Vorige week is tijdens het Prinsenbal de nieuwe prins bekendgemaakt. Vandaag is het de receptie met de verkoop van de kaartjes van de bakkersavond, een optreden van de dansmarietjes en natuurlijk heel belangrijk de nieuwe jeugdprins, de nieuwe prinses en de jeugdraad. Rick, je hebt net een kaartje gekocht voor de bakkersavond. Wat is er nou zo leuk aan? De hele avond slap gezever en daarna vooral met elkaar nog een pilsje drinken aan de bar. Vooral een leuk feestje. Wel lunch, hè? Ja, het is wel lunch. Gelukkig wel. Dus ik wens jou veel plezier. Dankjewel. Komt goed. Blauwe Noet, jullie zijn er eigenlijk altijd bij. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? Wij zijn 22 jaar geleden ontstaan. Omdat wij vinden dat wij wel bij de carnaval moeten blijven kunnen huren als prins zijn, als oude prins zijn. En dus hebben we toen een club opgericht. En waarom dat we de blauwe hoed gieten, dat is gewoon omdat we een blauwe hoed dragen en we zitten onder de blauwe hoed. Genootschap onder de blauwe hoed. Maar 22 jaar, dat is een jubileum in carnavalstijl. Kan je iets speciaals doen zo met de bakkersavond? Wij doen gewoon weer een geweldig stukje terug onze bakkersavond. Nieuw ingestudeerd, lang opgeoefend. Maar daarnaast gaan we nog een speciaal, een vaststaand iets schenken aan de Hooglandse bevolking. Wat er is, dat is nog een verrassing natuurlijk. Het zal rond carnaval zijn beslag krijgen. En dat gaan we nog zien. We zijn benieuwd. Wij ook. Germa, vorig jaar eigenlijk de première van de dansmarietjes. Hoe is het eigenlijk gegaan? Ja, dit is super goed gegaan. Vorig jaar was eigenlijk het eerste jaar met de kanon van de dansmarietjes hallen. Het was eigenlijk maar ja, gewoon een idee van het bestuur waar we nu zijn gevormd. Er was eigenlijk zoveel enthousiasme in Hoogloon. Dus we zijn ermee doorgegaan. En er waren heel veel nieuwe aanmeldingen, dus dit jaar zelfs 2 groepen. En wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie nog ergens optredens gehad? We hebben eigenlijk vanaf vorig jaar carnaval hebben wij getraind. We hebben nieuwe pakjes laten maken. En we treden eigenlijk alleen maar op met carnavalsactiviteiten. Dus nu met de prinsenreceptie.
met de bakjesavond en dan wel met carnaval. Het is gewoon hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Heel bedankt. Ook deze jaar hebben we weer jeugdraadverkiezing. En dames en heren, we gaan beginnen bij het bestuur, het jeugdbestuur. De Robin Hood van de Rozenjacht, rechterzee, spits bij JO 12 en gamen kan hij als de beste. Stijn Kasteleins! Wik, de meid is gek op drummen bij St. Joris en op zaterdag is ze lekker aan de ballen met de meiden van D1 op het korfbalveld. Anne Lendering! Dames en heren, de volgende van het jeugdbestuur is een zoon van de adjudant Willy. Hij staat zijn mannetje bij de judo en in zijn vrije tijd is het een echte gamer. Dames en heren, Mika de Roon! Met zijn trommelstokje gaat hij los bij Sint-Joris. En op zaterdag is hij als rechtsback te vinden bij voetbalvereniging Hoge Loon. Stef Royakkes! Toneel en gamen, dat is waar ze van houdt. Maar het liefst spreekt ze af met vriendinnen. Dames en heren, Eva Peter! Zoon van prins Burgondimus. Vaak te vinden in de spits op het voetbalveld. Verder houdt hij ervan om af te spreken met zijn vrienden. Mike Willemsen! Dames en heren, de volgende van de jeugdraad is voor gamen en Lego komt hij zeker uit zijn bed. Voor een vreemde neus gaat hij met de honden wandelen. Dat is Bo Engelhaar! Ze houdt van gamen en met vrienden afspreken. Fien van Kleef! De volgende toetert erop los bij de Sint-Joris, staat bij VV Hogeloon onder de lat en heeft praatjes zat. Daar is hier Xep Bergman! Speelt het hele dag het liefst spelletjes. Game graag of spreekt af met vrienden. Behalve op zaterdag, dan zie je haar voorbij vliegen op het korfbalveld. Jiske Hel! Hij voetbalt graag bij VV Hogeloon en drumt erop los bij de Wilhelmina. Dames en heren, Lars van de Heijgenwoon! Ze speelt saxofoon bij Fanfare Wilhelmina en swingt met de dansbriertjes en plos. Wout Jansen! Bij het mountainbiken en het veldrijden fietst hij graag vooraan, maar met carnaval sluit hij graag in de Polonaise aan. Dames en heren, Raf Lallers! Ze danst met plezier, spreekt graag af met vriendinnen en is graag bezig op de boerderij met kalfjes en het knuffelen van haar ponies. Laura Smulders! Dames en heren, de volgende van het jeugdbestuur. Hij is een druk baasje. Naast het voetballen bij VV Hogeloon en toneelspelen bij Sint Pancratius werkt hij ook nog hard aan zijn strakke gitaarspel. Vaasgeen! Jeugdprins 2023. Ze houdt ervan lekker fanatiek bezig te zijn op het korfbalveld met de meiden van D1. En kan ook heerlijk chillen met de spannende films en leuke games. Dames en heren, jeugdprinses 2023, Alle Bieren! Hey! Bij goed weer zie je hem door een loon skateboarden. Maar als het regent, probeert hij ook de beste te worden. Jeugdprins 2023, Nooit Zeuntje! De naam van Nout als met carnaval is Prins Voetske! Wij, jeugdprins Voetske, ja, proclameert ten eerste dat ik een super grote eer vind om jeugdprins te zijn. Dat ik heel blij ben met prinses Anne. En vierde, hoop ik dat jullie mij niet gaan haten omdat ik niet zo goed plat kan praten. Ten vijfde, want ik ben dan wel geboren in de grote stad, maar ik heb het goed naar mijn zin hier in het Loonse gat. Ten achtste, hoop ik dat er niemand paniek hoeft te zaaien over een optocht die dreigt weg te waaien. Ten negende,
We zaten 2 jaar in de shit, maar nu een carnaval zonder COVID. Ten 11e, dat we er daarom deze jaar weer met z'n allen ouderwets kunnen carnavallen. Gefeliciteerd, Nautje, Zontjes, alias Prins Voetske. Waarom ben je eigenlijk Prins Carnaval geworden? Ja, ik zag al die andere mensen hier kei leuk hebben op het podium. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook gewoon. En dat is nu gelukt en ik ben echt kei blij dat het zo is. Ja, maar jij komt eigenlijk uit Eindhoven. En hoe is dat dan om een Rogelon Carnaval te mogen vieren? Ja, veel leuker. Ja, echt gewoon... In Eindhoven was het maar een flauwe hap, hier is het gewoon echt leuk. En jij heet eigenlijk Prins Voetske. Hoe kom je aan die naam? Ja, heel lang geleden, echt mijn overtante liep altijd op blote voeten. En daarom heet de familie Seuntjes Voets. Ah, dat is heel slim. Veel succes ermee. Ja, dat gaat lukken. En hoe blij ben je met jouw prinses? Ja, heel blij. Ah, prinses Anne, gefeliciteerd. Wat gaan jullie allemaal doen met carnaval? Nou, feesten. En ja, gewoon een heel leuk carnaval van maken. Ja, maar het begint al op vrijdag. Ja, dan ben ik ook jarig, dus dat is ook wel leuk. Ben je dan ook jarig? Ja. Dan wordt een heel groot feest. Ja, zeker. Nou, ik wens je heel veel plezier met de prins, de jeugdraad en heel de carnaval. Dat we daar heel gezellig en leuk mag worden. Ja.